Daar gaat ie. Good allemaal, mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als Calvin. En welkom bij Dikke Ding. De show waarin ik dikke dingen ga maken om vervolgens weer hele leuke dingen mee te gaan doen. Dat doe ik niet alleen, want ik heb twee linkerhanden. Dus daarom krijg ik hulp van Handige Hugo! Ja, we zijn er weer! Goedemorgen, het is heerlijk weer. We gaan weer wat leuks maken. Ja. Ik heb er weer zin in. Ik wil eerst even weten waar de fuck we zijn. En dit is een van mijn trots. Kijk, dit heb ik gebouwd. Dit hekje heb jij gebouwd. Ja joh, kom op. Je hebt een huis gebouwd. Ja, ik ben er super zuinig op, echt. Ja. Ik heb wel een probleem. Ja. En dat is de afgelopen tijd wat er een hoop ingebroken. Heb je het gehoord? Dit is bijzonder toevallig. Want ik werd vanochtend wakker met een ideetje. Ja, dat zal wel eens niet zo wezen. Ken je die Home Alone films? Het kereltje, het kleine blonde kereltje. Die ze allemaal pakt. Lijkt al een beetje op je. Home Alone. Maar goed. Ik wil al mijn hele leven eigenlijk een keer één dag het leven hebben van een jochie. Dat als je binnenloopt, dat je dan dit voor je ogen krijgt en dat voor je kop. Ja. En iedereen gaat en niemand gaat inbreken. Alles is mogelijk. Alles kunnen we bouwen. Nou, kom in het huis kijken. Er is één ding waar iedereen het over eens is. Inbrekers moeten aangepakt worden. Maar aangezien het jongetje uit Home Alone even geen tijd had om naar Nederland te komen, doen we het gewoon zelf. We maken ons eigen inbraakbestendige huis vol met booby traps waar een inbreker echt niet vrolijk van wordt. Man. Als het huis klaar is, dagen we een testboef uit om het huis te betreden. Als hij durft. Gaat hij huilend naar huis of danst hij overal tussendoor als een smooth criminal? Dit is het paleis. Ja, dit is mijn crib, man. Het paleis van Hugo. Ja. Vind je het mooi? Nee. Ik heb mijn best gedaan. Nee, het is prachtig. Thanks. We gaan naar de werkplaats. Het is tijd voor fase 1. Namelijk het kanon. Ja. Hugo wil iets met een kanon doen. Dat was het idee. Ja, doe de deur open. Woep, meteen iets van, er gebeurt iets met je en je vliegt achterover een soort van kanon of zo. Wat vind je dat? En dat klinkt mij helemaal goed in de oren. Alleen je moet me een klein beetje op weg helpen, want ik weet niet zo goed hoe dat is. Nou ja, wij hebben een aantal honden. Ja. En nou hebben we natuurlijk een groot grasveld hierachter. Daar hadden we, voor de honden hadden we een soort van training met ballen. En die moesten in een soort van kanon, ballenkanon. Ja. Zal ik hem even pakken? Ja. Maar gaat het hard? Ja, het gaat snoeihard. Gaat echt snoeihard. Nee, pas maar in die ballen. Nou, het werkt in ieder geval. Ja. Maar het is wel de bedoeling dat het allemaal automatisch gebeurt. Ja. We mogen niet zelf op een knopje drukken. Nee, nou, daar heb ik over nagedacht. Dat dacht ik al. Als hij de kamer in wil gaan. Nou, hij moet natuurlijk die klink naar beneden doen. Dus wat doen we dan? We maken er iets onder. Waar dit device zeg maar onder legt. En op het moment dat hij die klink naar beneden doet, drukt hij dit knopje in. En bam, dan gaat hij meteen lopen ook. Oké. Aan het werk. Ja. Oké. Dit was jouw plan? Ja, dit is mijn plan. En op het moment dus dat hij hier aan deze kant van de deur staat, ja. Hij wil de deur openmaken om naar binnen te gaan. Pat. Zullen we het even testen? Oh, ik ben een inbreker. Ik ga kijken of hier waardevolle shit ligt. Ja! Oké, er zitten even geen ballen in nou, maar hij doet het in ieder geval wel. Hij gaat lopen. En dan staat hij hier en dan gaat hij... Ja. Voluit. Maar dan is hij nog niet kapot. Nee. Hij is nog niet dood. Fase 2. Zo. Wat is je plan, Hugo? Nou ja, dit oude kastje, zoals ik je al uitlegde boven, ja. Dan komt hier rechts, komt hier die kamer in. Ja. Als we daar nou op die plek daar achterin een soort van kastje monteren, ja. Dat is hij gewoon door zijn knieën gaat om dat kastje te openen, op deze manier. Ay, god. Hij schuift de la open en bam! En dat de klep zo woep, openvliegt. Ja. En dat hij dan iets van iets in zijn gezicht krijgt of zo. Oké. Dat kan ik wel bedenken. Als jij dit fixt, dan bedenk ik iets wat in zijn gezicht heeft. Ja, dat is correct. Dat is goed. Ik ben echt een kind met een boormachine. Goed.
ver gaat, dan ben je toch volledig de lul. Handig, ja. Hugo. Ja. Hij staat op spanning. Ja, hij is gezet. Het gelukt? Ja, hij is gezet. Binnen open doen, klapt in naar voren. Ja. En... Vol gas. Oké. Oké, let's go. 3, 2, 1. Yo! Hoe weet je dat? Hij werkt gewoon. Het laatste. Super tof, super tof. Dit is echt fantastisch. Ja. Oeh, dit gaat hem echt... Oeh, ja, dit is lekker. Dit kost hem zijn kop. Dit is echt lekker. Hij staat op de schaft, ik zit er weer in de keet. Broodje, ja. Pindakaas. Ja, deze keer heb je wel pindakaas bij. Ja, ik kijk wel een beetje naar, joh. Ik maak deze serie ook onder andere omdat ik op heb gemerkt dat er eigenlijk in Nederland net iets te weinig techniek gekozen wordt. Tegenwoordig, zeker in de jeugd, vind ik het toffer om YouTuber te zijn, ja, dan Timmerman. Wat ik ook denk, dat het ook van huis uit, de ouders hebben er ook een heel grote hand in. Je ziet hoe leuk en gezellig we met elkaar hebben en wat je allemaal kan maken als je het heel erg naar je zin hebt en het vrije gezicht te zien van mensen. Dat mensen blij zijn dat je iets voor ze kan betekenen. Het is ook belangrijk dat je lekker elke ochtend het bed kunt met een glimlach op je gezicht. Ik was vroeger altijd fan van Jackass, nog steeds wel een beetje. Ja? En daar had je dit fragment. My name is Johnny Knoxville and this is the High Five. What's up, nerd? Als je die krijgt, jongen. Nou ja, dat is de vraag of het kan. Ja, ja, ik denk dat ik wel wat kan fixen, zeg maar. Als ik die nou eens ga tekenen straks, ja. En we creëren die hand, ja. Dan ga ik wel denken met, qua mechanisme hoe ik dat wil gaan fixen. Ik denk dat we straks naar het huis moeten gaan. Ik snap er geen hol van. Nee, we gaan, neem al je spul mee, we gaan gewoon naar het huis zitten en kunnen we daar even fixen. Tijd om de hand op te hangen. Ja. Ziet er toch perfect uit? Kijk, hier maakt hij zijn contact. Dus als je die deur openklapt. Pats. En los. Ah, nee. Hoe groot is de kans dat het, ja, het gaat doen? Dit gaat gewoon direct in één keer goed. Dus als ik nu de deur open trek, hij komt hier tegen deze unit aan, dan, ja? Knalt hij open. Ja. Oké, okay, we gaan open bij 3, 2, 1. Ja! Lekker hoor. Ja, die krijgt hij. Ja, dat is netjes. Dan moeten we nog even de finale voorbereiden. Ja. Terug naar de werkplaats, jongens. Het is tijd voor het laatste, ja, gedeelte. Als jij binnen bent en je hebt alles gehad. De enige deur die nog over zijn, is die, zijn die dubbele deuren van de tuindeur. Als we daar nou die helemaal naar de kloten. Wat is dat niet, hè? De afgelopen minuut was zonder audio, maar wel met een leuk muziekje. Want ik laat het nog even als verrassing aan jullie. De conclusie is, ik moet dit hierin doen. Het enige wat we nu nog nodig hebben is een boef en die staat hier, oh, Josh. In dit huis ligt onschatbare waarde aan juwelen, diamanten, parels, robijnen, alles wat je maar kan bedenken. En als jij het vindt, mag je het stelen en dan mag je het houden. Ja, en we hebben het je ook niet makkelijk gemaakt. Nou, ik zou zeggen, succes. Zeg hem op. Kom Hugo, we gaan de bus in. Kom wel goed. Oké. Oké. Dit is de moment. Dit is ons hoofdkwartier. Vanaf hier kunnen we meekijken met de camera's, dus we zien alles wat er gebeurt in het huis. It's now or never, man. Een trein. Hij is binnen. Onze boef is binnen. Kijk. Hij is niet in die kast te kijken. Ja, hij zoekt natuurlijk wel de onschatbare... Hij zoekt natuurlijk direct naar die sieraden en zo ook.
Daar gaat hij. Ja, dat doet zeer, hè? Onze inbreker gaat nu naar boven. Je weet toch het kastje wat wij gemaakt hebben? Ja, ja, ja. Ik heb daar een taart op gezet. En hoop ik dat hij volledig in zijn gezicht kan. Ja, dat... Die taart ook echt. Die staat er echt super overdreven. Hij kan maar één kant op halen. Een twee... Ja, ja, ja. Nee, nee. Het is wel lokaas. Ja, ja, ja. Dat vindt hij wel lekker, hoor. Hij is toch veel. Hij gaat nu naar de andere kant. Hij kan maar gewoon rustig. Als je maar contact maakt. Als je maar contact maakt. Hij gaat nu weer naar beneden. Maar dit was echt mooi. Ik wil even de herhaling zien. Hij ging niet naar de grond, maar hij was wel... Hij was raak. Ja. Hij was goed raak, hè? Maar nu is het tijd voor de finale, want die is het lastigst. De bedoeling is dat hij door de woonkamer gaat, door de deuren naar buiten. En dan is daar de gouden verrassing. Ha 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 ha!